hoe ben ik daarmee begonnen? Ik denk dat ik dat gewoon een beetje ben. Hè. Op een bepaald moment een werk bij de Vlaamse Opera gekregen en ik heb daar 2 jaar aan gewerkt. Dat was eigenlijk ook zo in de richting van street art. Dat was echt anarchistisch, ik hou me niet aan die regels. Maar toen had ik echt gezien dat eigenlijk moet ik als vrij kunstenaar beginnen. Dat is het idee van de street. Snel uw dag opzetten en weglopen en het is niet af, het is abstract. En dat is juist wat ik altijd in mijn werk terug op zoek ben. In hoeverre zou je jezelf nog underground noemen? Hoe ver? Volledig, denk ik. Allee, op een bepaald moment heb ik alle regels gewoon weggedaan en ik heb gewoon grote fuck you tegen maatschappij gezegd. Als wij niks steun krijgen voor een event van 50 artiesten, dan zet je gelijk een hond zonder baas. Ja, dat is juist dat provoceren. Je moet langs de ene kant ook kunnen leven van je kunst, maar langs de andere kant wil je niet commercieel gaan. Dan verliest je, denk ik, je eigen. Als je heel groot gaat, want al die alternatieve artiesten die proberen zo toch klein te zijn. Ik zie die galerij als steun voor die streetartiesten. Dat gaat bij mij verder dan gewoon ene keer ergens 2 dagen op de straat te gaan zitten. Jonge kunstenaars, jonge streetartiesten, dat wordt gewoon niet aanwaard als kunst. Er zal wel iets komen, denk ik, binnen 100 jaar. Ik trek toch grens tussen vandalisme en streetart. Ik kan het nu overal gaan film maken en hopen zo op te vallen, maar ik weet niet wat dat meerwaarde aan zal toevoegen. Ja, u rekent zelf tot de alternatieve artiesten en de underground. Hoe zou u dan de underground cultuur beschrijven? Ik heb zo echt als punker geleefd, zo van mensen tot mensen gaan slapen en drugs, seks en rock'n'roll. Dat is beukgevoel. Ik denk dat als ik werk zie van iemand, dan kan ik wel u zeggen of is het commerciële street art of is dat die kerel die ground independent is, die gaan dat toch blijven doen en zo.